goed zuur, parfum. Nee. Alleen misschien een beetje raar, weet je wel, dat je denkt van, oh, let op, want... Ik kan het dansen van Victorious, kijk. When I make it shine. Vlieg in mijn mond. Ja, dat kan niet, maar niet uit, zo voelde het wel. Uit. Bange boze. Oh, boze boze. Oké, okay. Oude tenen knakte gewoon. Oké. Okay. Hoi lieve mensen, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ja, Naomi is weer geïnfluenced door TikTok. Ik zag namelijk dat iedereen, letterlijk iedereen op mijn For You page, ging allemaal dingen bestellen bij Shine, Shein. Dat is de big question waar iedereen zich volgens mij helemaal druk om maakt. Nou, ik zag dus dat iedereen daar dingen ging bestellen en het helemaal ging unboxen. En natuurlijk was ik meteen geïnfluenced, want ja, mij kun je al influencen met één foto. Maar daarom ben ik hier vandaag in deze video om jullie te influencen. Nee, oké, grapje. Ik heb een paar dingetjes bij Shine hierin. Ik heb geen idee hoe je het moet uitspreken, maar daar heb ik dus een paar dingetjes besteld. En dat ga ik in deze video unboxen en ik heb er echt super veel zin in, want ja... Het is alle goedkoopste dingen in China, denk ik. En ik moest super lang wachten tot het pakketje er was. Maar hij is er eindelijk. Dus we gaan beginnen met de video. Doe nog even een blauw duimpje omhoog. En abonneer nog even op mijn YouTube kanaal. Want ja, dit wil je allemaal niet missen. Dit plezier, de fun. Yes. Doe dat even. Heb je het gedaan? Oké. Okay. We gaan beginnen met de unboxing. Oh ja. Dit moet maar even goed. Ik val bijna om. Nou, dit is dus te doen. Het is echt zo zwaar. Je kunt het gewoon gebruiken in de gym. Nou, oké. Okay. Dit is de tas. Of de zak. Of er zitten allemaal gaten in. Het komt helemaal uit China. Dus. Nou, we gaan het dus openmaken. Ik ben super excited. Dus ja, oh, het is echt heel zwaar. Ik kan het daar gewoon nauwelijks. Oké. Okay. We gaan het gewoon even openmaken. Open is. Oh, dat zit allemaal van die leuke zakjes. Mijn arme spieren doen nu al pijn. Nee jongens, ik maak geen grap. Hallo, ga open. Wacht even. Holy moly jongens. Dit zijn zoveel dingen. Ik raak helemaal... Oké, ik heb dus alles... Het zit allemaal in van die zakjes, wacht. Nou, Save the Turtles, daar hebben ze niet echt aan gedacht. Maar ik heb dus echt superveel van die zakjes. Ik wist dus niet dat ze dit allemaal in zulke zakjes deden. Maar oké, we hebben er superveel. En we gaan ze openmaken. We gaan beginnen met het eerste. Ik heb het eerste zakje. Ik kan me eigenlijk niet meer herinneren wat ik allemaal heb besteld. Maar ik zie het wel een beetje nu. Deze trui is echt superleuk. Het is een trui. Een zwarte en er staat volgens mij iets met Los Angeles op. Ik laat jullie trouwens ook allemaal weten welke maat ik heb besteld en de prijs. Want dan weten jullie ook een beetje hoe die staat en zo. Ik ben trouwens 1,65. Dus als je dadelijk de aanbeelden ziet, dan weet je een beetje hoe het staat. Oké, okay, dit is de trui. Oh, hij stinkt. Oké, okay, maar dit is de trui. Ik heb trouwens een beetje gelet op of het niet te veel polyester is. Oké, okay, dit is de trui. Ik vind hem heel leuk. Ze zijn nog allemaal een beetje gerimpeld. Omdat ze natuurlijk helemaal uit China in die zakjes moesten komen. En ik ze net ja, een beetje heb vermoord. Maar oké, okay. Dit is de trui. Ik vind hem op zich wel echt heel leuk eigenlijk. Met die oranje letters. Ik heb eigenlijk ja, niet echt veel... Ja, ik draag meestal alleen maar zwart en wit. Dus ik dacht, dit is wel leuk. Ik heb trouwens echt dingen besteld die ik echt nog nooit heb aangehad. Een soort hele nieuwe andere stijl dinges of zoiets. Dus ik ben een beetje zenuwachtig. Maar in ieder geval, deze trui vind ik al echt heel leuk. En hij voelt gewoon goed. Dus dat is al heel mooi. Hij is 15 euro en ik heb hem in de maat XS. We hebben de volgende. Ik weet eigenlijk niet meer wat dit is. Maar het is iets blauws. Dus misschien lijk ik wel dadelijk op een smurf. Ik weet het niet, maar... oh, ik weet al wat het is. Deze vind ik zo leuk, oprecht. Kijk, dit is een topje. Nou, dat kunnen jullie wel zien. Het zit zo... Oh, oh.
een beetje gek uit. Ik moet het misschien even aantrekken voordat ik er echt heel... Maar dit is dus het topje. Ik vond deze wel echt heel... Hij is wel kort, moet ik zeggen. Als ik het zo zie, is hij wel echt kort. Maar volgens mij kun je het met deze touwtjes nog een beetje allemaal rekken of zoiets. Ik vind het wel heel leuk. Ik denk dat als het gewoon aanstaat, dat het er wel leuk uitziet hoor. Maar het moet gewoon even... Nu als je het zo ziet... Ja, een draadje. Ja, maar hoe dan... Oké, niet super enthousiast, maar misschien als ik het aan heb dat het dan iets beter zit. Nou, hij ziet er een beetje anders uit als op de foto, maar ja. Deze was 10 euro en ik heb hem in maat XS, denk ik. Ja, maat XS. Oké, okay. Oh, tenen knakte gewoon. Oké, dan hebben we dit. Ja, geen idee wat het is. Laten we het uitpakken. Oh, deze is heel leuk. Oprecht. Deze hier heb ik ook echt, want er waren zo weinig truien die echt van een ander stof waren dan polyester. En dit was echt degene die echt een van de weinige... Hij is echt mooi! Dit was een van de weinige die echt... Oh, kijk! Hij is van binnen echt super zacht, jongens. Dit! Oh, kijk hoe... Oh, hij is wel heel groot. 50% polyester, maar ook nog 15%... 50. 100. Oh. Het was 50% polyester en 50% katoen. Dus dat kon op zich nog wel. En hij voelt ook eigenlijk echt best wel zacht. Hij is wel heel oversized, maar op zich vind ik dat wel leuk. Met zo'n beetje baggy broek. Baggy broek. Met zo'n baggy broek. Baggy broek. Deze kostte 13 euro. En ik heb hem in de maat XS. Ik vind hem wel leuk, dat Hawaii... Zit Hawaii in USA? Waarom staat het er dan onder? Nou, hoe dan ook. Ik heb eigenlijk nog geen enkele groene trui. Nee. Nu wel. Maar ik dacht dus, dit is wel echt heel leuk, weet je wel. Want alleen maar zwart, weet je wel. Zo saai, grijs. Ja, die andere trui is ook wel leuk. Maar deze vind ik echt heel leuk. Hij is wel heel groot. Oké. Ik heb namelijk welbekende... Spencers gekocht. Die laat ik zo zien. Maar ik dacht, ja, onder een Spencer, wat doe je daaronder aan? Ja, een wit blouseje. Maar ja, al mijn witte blouses zitten zo'n beetje strakker. Ja, dan loop ik als zo'n pinguïn, als een serveerster. Dus ik heb gewoon een nieuw wit blouseje besteld. Heel saai, maar wel heel leuk onder zo'n... Als je een trui eroverheen... Sowieso is een wit blouseje gewoon heel handig om te hebben. Maar ja, die van mij waren allemaal gewoon, weet je wel, net. Weet je wel, dat het net past. En deze is volgens mij echt heel groot. Te groot. Oh, nee, hij is op zich... Hij valt mee. Dit is maat XS ook gewoon. Maar dit is dus een wit blouseje. Ik denk dat dit heel leuk staat met een Spencer. Ik zal het dadelijk gaan combineren, maar ik vind het wel heel leuk. Hij schijnt wel echt heel erg door, maar dat ga ik... En het zit ook een mooi kraagje aan. Want het is, ik vind het altijd mooier als een blouseje gewoon wat losser zit, weet je wel. Dit kun je ook gewoon zo open dragen met iets anders. Dus dat vind ik heel leuk. Dus het is gewoon een simpel blouseje en hij voelt ook heel lekker. Deze was 15 euro. Kijk, daar hebben we hem hoor. De Spencer. Ik heb er trouwens 2 besteld volgens mij. Maar dit is de eerste. Een grijze. Ja, I wanna be a typisch Nederlands meisje met een Spencer. Dus ja, ik dacht, ik doe maar gewoon mee, weet je. Oh ja, dat wilde ik zeggen. Ik heb trouwens deze. Ik heb er eentje in het grijs. En dat is deze. Er zit een heel gek roze dingetje op. Want ik heb ook een Spencer met motiefjes erop. En ik dacht, ja, je wil een beetje afwisselen. Weet je wel, niet altijd zo druk. Dus deze... hij bleef aan me. Stinkt allemaal weer. Deze heb ik in het grijs. Ook maat... Oh, deze is maat S. Maar ik denk dat dit wel heel leuk staat. Ja, hij is wel klein, maar op zich met een blouseje eronder is het helemaal niet zo erg. En ik heb nog nooit een Spencer gedragen. En ik weet ook niet hoe het eruit gaat zien bij mij. Waarschijnlijk lijk ik echt op een oma die een gebreide trui aan heeft. Maakt mij niet uit. Deze vind ik wel leuk. En hij voelt op zich wel goed. En ja, je kan ook zo je handen erdoor steken. En dan heb je een schoudertas. Oké, nee, grapje natuurlijk. Deze heb ik dus in maat S en hij was 9 euro. Ik zal jullie even vertellen. Ik ben echt geïnfluenced door TikTok. Maar ik zag gewoon zo iemand die had zo'n wit rokje aan. En ik heb dus laatst ergens bij zo'n webshopje dingetje. Dat moet nog binnenkomen. Heb ik zo'n blauwe trui met Nike erop besteld. En toen zag ik dus iemand die zo'n trui had. Maar ook gewoon met andere truien en een Spencer en weet ik het. Met een wit rokje. Zo'n tennisrokje. Vlieg in mijn mond. Ja, dat kan niet, maar niet uit. Zo voelde het wel.
Dus ik dacht, laat ik ook gewoon een wit rokje bestellen. Want ja, kan gewoon. Ik zag trouwens ook dat Damien had besteld. Dus ik dacht, nou, doe gewoon lekker mee, weet je. En dat is superleuk als je zo'n hele leuke Spencer. Het voelt wel een beetje als zo'n badpakstof. Oh, is het een zwembroekje? Nee, het is wel gewoon een rokje, jongens. Ik vind hem wel leuk, hoor. En hij ziet er ook gewoon wel, als je zo van verte toch kijkt, dan denk je ook gewoon van een leuk rokje. Wel van heel ver, maar alsnog, van ver kun je het wel gewoon zien. Nou, ik vind het niet... Ja, dan moet ik allemaal even aanpassen. Misschien schijnt hij door, jongens. Ik heb geen idee. Maar ja, ik wilde wel heel graag een wit rokje. Dus ik hoop wel dat hij gewoon een beetje oké is als ik hem aan heb. Oh, waarschijnlijk moet ik hem nog een beetje in laten nemen omdat hij gewoon een beetje te groot is. Maar dat gaan we dadelijk allemaal zien. Weet je, ik vind het wel een leuk rokje trouwens. Dus hij was 16 euro en ik heb hem in de maat S. XS. Huh? S met een X ervoor. Je weet het zelf. Oké, dus next. Je ziet dat ik wel echt heel erg heb gevarieerd in dingen. Ik heb echt van blauw naar groen naar een wit rokje en een Spencer, weet ik veel. Maar ik vind het wel heel leuk. Oké, ik ga naar iets waar ik echt best wel excited over ben. En ik hoop dat het een goede stof is, want ik ga huilen als hij niet goed is. Dit is een witte trui, maar oh my god, kijk dit. Er zitten allemaal van die rode strepen en... Oké, we gaan hem even... Oh, hij is wel echt heel leuk. Ik maak geen grap. Dit mag even weg. Kijk dit. Dit is oprecht heel leuk. Ik vind dit echt, 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 echt heel leuk. En de stof, het is echt een zachte stof. Ik heb hem in maat XS en hij was 18 euro. Nou, voor 18 euro zo'n trui. Dan mijn vader dit de volgende keer in het droger gooit en dan, ja. Ja, dan is het een crop top. Maar deze vind ik heel leuk. En de lengte is ook wel echt perfect. Want je ziet dat hij een beetje hier zo naar binnen. Je weet wel, zo'n dat een beetje omhoog gaat. Dus ik vind hem heel leuk. Ik wil deze heel graag aantrekken. Maar daar wachten we nog even mee. Maar dit vind ik heel leuk. Even kijken. Oh, ik weet het al. Oh, deze vind ik nog... Deze is echt precies dezelfde stof als die ene met... Nou, kijk. Er zit hier dus zo'n gek motiefje op. Ik weet niet wat er staat. Er staat Balenciaga. Kijk dit. Er staat gewoon Balenciaga. Balen en dan een C-I-A-G-A. Kijk maar. Ja, oké. Okay, dus dit motiefje ga ik er wel afhalen. Want dat vind ik niet zo... Ja, ik ga niet met zo'n gekke Balenciaga dinges. Maar ik vind het oprecht wel een leuke trui. Dus wil jij nou een te gekke Balenciaga trui van Shein, Shine dinges? Dit is wel een one size trouwens. Als dat embleem er vanaf is. Ik zag steeds motiefje. Oké, als dat embleem er dus vanaf is, dan vind ik hem wel heel leuk. Ik vind hem sowieso wel heel leuk. Maar ja, een beetje gek om met Balenciaga erop te lopen. Terwijl het gewoon echt van... Goedkoop ding is. Een paar dingen. Dus we gaan even kijken. Oké, dit is... Oh ja, de tweede Spencer. Nou, qua lengte wel. Ik vind het echt een leuke. Oprecht, deze vind ik heel leuk. Dit doet me goed. Dit doet me goed. Made in China. Dus dit is de Spencer. Ik zie het allemaal als ik ze straks aantrek. Want ik heb dit natuurlijk nog nooit aangehad. Dus ik weet ook niet hoe het bij mij staat. Maar in ieder geval, het ding zelf vind ik wel heel leuk. Het moet alleen maar nog even bij mij staan. Maar verder vind ik hem superleuk. Dan hebben we nog een paar dingetjes. Ik zie nog vier dingetjes. Dan hebben we weer een trui met... Wat heb ik met Los Angeles oprecht? Overal staat Los Angeles. Oké, ik heb eigenlijk maar één trui gehad waar Los Angeles... Oh, gaat fout. Oh, deze stof. Hij voelt een beetje vies en hij is ook een beetje dun. Oh, hier staat nog California. ja, het ziet er een beetje goedkoop uit. Dat is hij natuurlijk ook, maar ja. Ja, het lijkt een beetje... Ik pis hem. Ja, dit is echt zo breed. Je moet kast zijn als je hierin wil komen. Nou, ja, misschien, weet je, ik vind het wel gewoon, op zich kan het wel gewoon als ik gewoon in mijn pyjama, weet je wel. Want dit lijkt gewoon op een pyjama. Dus wel een hele coole pyjama met California op mijn mouw. Dus, nou, we gaan het zien als hij aanstaat. Ik vind hem nu, het is niet zo, nee. Het is gewoon een t-shirt. Gewoon een heel, heel, heel dunne, echt verre van dunne sweatshirt is het gewoon.
Dit is ook een topje. Wow, we gaan ervoor. Dit is dus een top. Oh, het valt al mee hoe kort hier. Alleen een beetje op een bikini, maar verder. Ik vind deze wel op zich wel heel leuk hoor. Met een high-waisted broek of een mom jeans ziet dit er wel gewoon leuk uit. Ik zag al iemand die ook zo'n topje heeft en ik vind hem er wel gewoon echt leuk uitzien. Hij is wel een beetje kort, dus ik kan hem niet met zo'n lage skinny aantrekken. Dus dat doen we maar even niet. Maar op zich met gewoon een hoge high-waisted of gewoon een joggingsbroek kan het op zich wel. Ik vind dit wel een leuke. Alleen misschien een beetje, weet je wel, dat je denkt van, oh, let op, want wanneer is de eerstvolgende safari-vis aan? Want ik ben aanwezig, jongens. Ik heb ook al een zebra-trui, dus... Oh, deze was trouwens 6 euro en ik had hem in de maat XS. De ene laatste. Ik moet even bukken, maar dan zijn we er ook. Een trui. One size, zie ik al. Nou, ik hoop maar dat het me past, want... Oh, dit is wel gewoon een goede stof. Net als een andere trui die ik heb. Die had ik toen bij de CNA in Oostenrijk gehaald. Mijn trui was toen kapot, dus toen had ik zo'n trui bij de CNA of zo gekocht. Super zacht. Kijk. Hey, couture Paris. Nee, oprecht, dit is echt een zachte. Ik maak een grap, het lijkt inderdaad... Oh, verkeerde kant. Zo ziet het eruit. Ik vind hem wel leuk. Zo'n beetje zo'n beige. Het is achter zit hij... Het lijkt zo'n hoed die je op kan doen. Nou, ik vind hem wel heel leuk. Heb ik hem nou verkeerd? Ligt het aan mij? Of wat is de voorkant? Want de achterkant is korter dan de voorkant. Of zit ik nou? Nee, dit is... Zo hoort hij. Waarom zit dat ding zo gek? Zo. Nee, ik moet hem even echt aanzien. Want qua de trui zelf vind ik wel mooi. Maar qua model moet hij misschien bij mij een beetje... Dan moet hij maar net goed zitten, weet je wel. Maar ik vind het wel een leuke trui. Het is wel lekker zo. En dan met zo'n leuke zwarte broek. En dan... Dit is een one size. Dus waarschijnlijk pas ik hem wel, denk ik. En hij was... Ja, ik weet niet hoe duur die was. Zoek het zelf maar op. En dan als laatste... Wat is dit? Zo, wat een stof. Oh, het colletje. Het is echt hard. Dit komt niks doorheen. Als je deze overrijdt met een auto, dan is hij nog steeds levend. Zo hard is hij bij de nekken. Die nek. Hoe lang denk ik aan denken dat mijn nek is? Zo lang. Oh, ja. Waarom heb ik dit besteld? Vraag ik me nu eigenlijk af. Ja, maar gewoon een wit colletje op zich is wel leuk met een trui, weet je wel. Gewoon, ik zie dit meer een beetje als zo'n thermo ding. Niet wat ik gewoon zo zou aantrekken en een broek eronder zou zetten, denk ik. Ja, het stofje is wel gewoon echt ruk, moet ik wel zeggen. Ja, het voelt echt als een kanariepiet of zo. Echt zo. Ik kan het niet eens beschrijven, maar het is gewoon echt niet fijn. Welke maat had ik deze? Even kijken. S. En hij was geen idee, dus ik zet het in het linkje hieronder. Maar als thermo kan dit wel. Maar ja, met een jasje kan ook. Maar als ik hem zo, dan lijk ik op een banaan. En dat willen we niet. Dus jawel, als je zo in het licht kijkt wel hoor. Dan zie je echt dat hij geel is. Dat is crème. Ja, crème. Dan lijk ik op een crème banaan, dat dan. Nou, dus ik kan van deze niet zeggen last but not least. Want ja, last best, dikke as best. Dus zien. Dus dit was alweer de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het in ieder geval wel leuk. Ja, een paar dingen waarvan ik dacht, net niet. En ook heel veel leuke dingen waarvan ik echt dacht, ja... Dat vind ik dan weer wel top van Shineshein. Dus vond je deze video nou leuk? Geef even een duimpje omhoog. En abonneer nog even op mijn YouTube kanaal. En zet natuurlijk even dat belletje aan daarnaast. Want dan krijg je altijd een melding als ik een nieuwe video heb. En laat het even in de comments weten als je meer van dit soort video's wil. Want dan ben ik daar voor jou. Dikke kus. Doeg! Hoorde je me ruggen? Oké, we zitten.
plastic onder mijn voet. Er zit plastic onder mijn voet. Oké. Weet je nog toen die lamp was afgevikt? Ja. En ik hem oppakte en ik ineens fireworks zag. Ja, dat weet ik nog, ja.